probeer nou eens niet elke bal te slaan waarbij je maximaal zo aanspant. Ik ben Tellon Griekspoor. Samen met Dennis Schenk geef ik tips voor jouw voorhand. Hij kan de baan laten beven of van de tegenstander een toeschouwer maken. De forehand kan een lust voor het oog zijn en extreem effectief. Het is mijn favoriete slag. Ik denk ook mijn beste slag. Ik denk in het tennis deze dagen dat je vooral de jongere spelers ziet dat ze gewoon een heel erg een big forehand hebben. Forehand is heel bepalend in het tennis. Je ziet eigenlijk heel veel jongens met een mindere backhand, goede service, goede voorhand. Voor mij goede voorbeelden met een voorhand zijn Del Potro, mega voorhand. Maar aan de andere kant, als je de voorhand van Nadal bekijkt, technisch misschien niet de beste of de mooiste voorhand, maar ja, als je ziet wat die ermee doet en hoe die over een baan kan sturen met de voorhand, denk ik dat dat wel een van de beste voorhands is op dit moment. En wat vind je van je eigen voorhand eigenlijk? Ik denk dat mijn voorhand een goede voorhand is. Ik kan er verschillende balbanen mee slaan. Ik denk dat ik op vrijwel elke ondergrond ermee uit de voeten kan. Ik kan er veel schade mee aanrichten. Ik kan hem wat directer spelen, wat zwaarder spelen. Hij is ook altijd gelijk zoekende waar hij zijn voorhand in stelling kan brengen. Dat is na de service. Probeert hij dat al gelijk te doen? Ook zodanig serveren dat je misschien eventueel die bal al op je voorhand krijgt. En in de rally is hij altijd op zoek om die voorhand te gaan spelen in het veld. Om dan de trekker over te halen en in ieder geval de winnende bal te produceren. Ik heb vroeger eigenlijk moeite gehad met mijn voorhand. Ik had een veel betere backhand. Door de jaren heen heel veel aangetraind, de grip wat lichtjes veranderd. En uiteindelijk is het mijn favoriete bal geworden. Hoe krijg jij je voorhand op een hoger niveau? Of maak je er zelfs een big forehand van? Daar horen meerdere stappen bij. Hier komt de eerste. De eerste tip zou ik altijd beginnen met de racket zeg maar aan de hals vast te houden. Dat als je je racket naar achteren brengt, dat je altijd probeert om te begeleiden. Waarbij je een beetje begeleidt omhoog. Je gaat nooit naar beneden toe, maar je gaat altijd een beetje met je racket en met je arm opwaarts bewegen. De begeleiding van de linkerhand is voor mij heel belangrijk. Als ik dat niet doe, dan ga je vrij snel uit elkaar, waardoor je enigszins een beetje controle verliest. Nu hou ik hem vrij lang samen, waardoor ik het gevoel heb dat ik hier compacter ben. En langer, het langer samen hou, het geheel. Ik heb ook wel eens voorhand dat ik vrij wild ben, dat ik hem wegzet. En dan merk je eigenlijk meteen dat het lichaam onrustig wordt. Als ik hem hier wegzet, dan heb ik eigenlijk heel veel controle in mijn lichaam. Terwijl als ik hem hier wegzet, dan wil ik nog wel eens gaan trekken aan mijn heupen of de bal eruit trekken. Dus je gaat niet rechtstreeks zo met je racket naar achteren en je bent al los met je handen. Je probeert altijd het racket te begeleiden opzij omhoog. Tip 2 is dat je altijd probeert om met je heupen, schouders in één lijn te blijven en niet te snel al er te gaan uitdraaien. Wat je vaak ziet is dat mensen al totaal zijn uitgedraaid, dus de linkerhand gaat te snel weg, waardoor mensen al te snel met hun body frontaal komen en dan ben je al uitgedraaid. Het probleem van te snel uitdraaien is dat het ten koste gaat van je plaatsing, richting, maar ook ten koste van je vaart. En je wilt ten alle tijd de vaart en de richting behouden. Op het moment dat je de bal diep wil slaan en je wil de bal wat hoger over het net spelen, dan zal je ook met je uitzwaai hoger moeten eindigen. Dan moet je daar naartoe. Op het moment dat je je uitzwaai lager houdt, zul je nooit de hoogte creëren over het net. Dus de uitzwaai is bepalend voor de balbaan die je gaat slaan. Het is altijd belangrijk dat je niet te vroeg al op de plek stilstaat, maar dat je dat zodanig timt dat je slag eigenlijk en het instappen naar de bal toe gelijktijdig overvloeit met elkaar. Dus het is instappen en vervolgens slaan. Het is niet staan, wachten,
en dan die bal gaan spelen. Het is instappen en het vloeit gelijk over in, zeg maar, het slaan. Wat je bij tellen heel goed ziet, is dat hij elke voorhand op laat volgen doordat hij met zijn heupen er ook doorheen komt. Hij slaat niet een voorhand zo, maar je ziet heel duidelijk dat hij zijn voet plaatst en daarna dat hij zijn heupen door laat komen. Je hebt natuurlijk meerdere factoren wat snelheid geeft aan de bal. En op het moment dat je voelt dat als je slaat en je draait uit, dan komt er extra vaart mee met de bal. Een tip die ik heel veel bij mensen heb toegepast, en dat was ook bij beginners, dan ze hielden altijd het racket vast. En de meesten doen dat eigenlijk dat ze het racket bijna, ik noemde dat altijd, het sap uit de steel knepen. Zo hard en vast. Maar probeer nou eens niet elke bal te slaan waarbij je maximaal zo aanspant. Je moet alleen lichtjes knijpen als je de bal raakt. Het niet te hard knijpen in het racket is voor mij vooral belangrijk dat ik niet te hard ga werken voor de ballen. Ik denk, vooral bij mijn voorhand, is de ontspanning in de voorhand heel belangrijk. En wanneer jij gaat knijpen, nou ja, als je het al in je hand knijpt, merk je het al. Je knijpt soort van, je racket gewoon klein. En je verliest, ik verlies controle, snelheid vooral. En ik ga heel hard werken aan de bal. De meeste mensen staan natuurlijk, zeker ook bij beginners, die staan vaak iets te gespannen op de baan. En dat begint al hoe ze vaak hun racket vasthouden. En dat is juist de bedoeling dat je vanuit een stukje ontspanning speelt. Heel veel succes met jouw voorhand. Heb je na deze video nog steeds vragen? Stel ze in de comments.